Een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag 3 februari 2020 en ik ga nu mijn eerste tas koffie drinken. De koffie is eigenlijk een cappuccino. Deze tas heb ik gekregen van mijn moeder voor mijn verjaardag. Deze tas is trouwens te koop in de Action. Ik denk voor 85 cent of zo. Het was echt niet veel. Het schuim hangt er nog op. Lekker. En dat is echt het eerste wat ik moet hebben, is mijn koffie. Soms drink ik een gewone koffie, soms drink ik een cappuccino. Dat hangt er eigenlijk vanaf. Gisteren heb ik mijn band weer stuk gereden door het slechte wegdek in Herent. Dat is hier ongelooflijk, hè? Dat is bijna elke 2 maanden dat ik een nieuwe band moet laten steken, omdat het een slecht wegdek is. Vinden jullie dat nu zelf niet erg? En dat gaat licht. En dan moet ik ook nog nieuwe remblokjes laten steken, want die zijn ook al kapot. Oké, here we go met de fiets. Oké, het is zover, lieve mensen. Het is nu 5:50 en ik heb al mijn papieren bij voor het gemeentehuis en ik ga nu mijn aanvraag indienen voor mijn voorlopig rijbewijs. Ik weet niet of ik mijn voorlopig rijbewijs nu al direct ga krijgen. Dat weet ik niet, dat gaan we nu zometeen zien op het gemeentehuis. Ik ga daar wel niet kunnen filmen, want het is niet toegelaten daar. Dus, maar ik laat jullie zeker iets weten als ik er buiten ben. Dus tot zometeen. Spannend. Ik ben weer thuis aangekomen van het gemeentehuis. Nu heb ik al mijn papieren gekregen. Ik ga daarmee naar het gemeentehuis. Ik dacht, ja, alles lijkt nu wel in orde te zijn. Nu zal ik al mijn rijbewijs kunnen aanvragen. Wat blijkt? Moeten mijn begeleiders nog een handtekening zetten? Oh my god. Ik heb 2 begeleiders en die 2 begeleiders moeten een handtekening zetten. Dus dat wil zeggen, voor begeleider 1, die woont in Herent, dus dat kan geen kwaad. Dat kan ik morgen sowieso een handtekening aan vragen, dat is geen probleem. Maar begeleider 2... woont in Lier, dat is wel een heel eindje van hier. Oh, dat rijmt nog ook. Lier, hier. Ja, maar het is niet hier, hè. Dus ja, en ja, die kan dat pas in het weekend tekenen, want ja, dat wil zeggen, ik heb nu een nieuwe afspraak gemaakt voor maandagavond om 17:30, dus volgende week maandagavond om 17:30. Dan moeten die papieren getekend door de begeleiders terug daar binnengebracht worden. En dan zou het nog maar 1 week duren en dan zou het rijbewijs al klaar liggen voor mij. Dus eigenlijk, dus volgende week niet, maar de maandag daarna heb ik normaal mijn rijbewijs. Normaal binnen 2 weken heb ik gewoon mijn voorlopig rijbewijs. We weten nu wat er ons te doen staat. Ik moet wel zeggen dat de mevrouw die mij geholpen heeft voor mijn voorlopig rijbewijs een hele goede vrouw was. Ze heeft me eigenlijk heel goed geholpen ook. En ze zei van, er zat eigenlijk al pijn in mijn plaats. Want ze zei tegen mij van, sorry Katja, maar ik kan er echt niks aan doen, maar dat is gewoon... Dus ik ben echt aan het denken hoe dat we dat kunnen oplossen, zei ze tegen mij. En zij maar aan het denken. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij, we gaan gewoon alle papieren al invullen. Jij kunt al je handtekeningen al zetten. Op 1 papier. 1, 2, 3, 4, 5. Heb ik 5 handtekeningen moeten zetten. Op 1 papier, mannekes. Oh my god. Ja, mannekes. Nee. Maar goed, ik geef de moed niet op. Ik blijf doorbijten, want er is weer een gevaar meer op de baan. En dat is me. Dus die mevrouw zei ook tegen mij van, Katja, heb er alle vertrouwen in, hè. dat komt goed. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video toch een leuke video? Doe dan zeker alvast een dikke duim omhoog. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nagellak? Mooi, hè? Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te klikken naast de abonneerknop om eens op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende nieuwe video. Tot later. Mwah. Dag!